Content Live is eigenlijk een feest wat naar aanleiding van het feest van Bol en Wouda is georganiseerd. Men had toen een aantal artiesten in verschillende zalen en men kon naar believen kijken naar de muziek die ze mooi vonden. Dat is 1 jaar geweest en daarna hebben wij dat eigenlijk opgepakt vanuit Café Dronten samen met de Meerpaal. En hebben we nu 3 zalen waar mensen naar allerlei soorten muziek kunnen luisteren. We hebben een kleine zaal, daar is bijvoorbeeld een rockband aanwezig, dat is de band Zoet Op dit jaar. We hebben een dancezaal waar we een aantal DJ's hebben, bijvoorbeeld Eduardo La Cruz, Quincy, Mark Wright. En de hoofdknaller is dit jaar een hele mooie dame en dat is DJ NOC. Ze is heel goed en ja, het dak gaat er gewoon af zaterdagavond. En dan hebben we op het feestplein hebben we nog een aantal artiesten zoals Charlie Luske, Brownie Dutch en Sharon Dawson. En heel speciaal dit jaar is eigenlijk dat iedereen gaat ook live optreden. Dus de artiesten worden begeleid door een band. En deze band zal voor die tijd ook nog een aantal sets spelen om de sfeer een beetje erin te krijgen. Voor wie is het feest? Eigenlijk voor iedereen vanaf 18 jaar oud. En we moeten ook zeggen, de grootste groep mensen die zit tussen de 25 en de 45. Maar we hebben ook mensen van 60, 65. De behoefte aan zo'n feest, waar komt die uit voort? Ik denk omdat eigenlijk voor de grootste doelgroep die wij met dit feest bedienen er niet heel veel is in Dronten. Je hebt natuurlijk zomers heb je de meerpaaldagen en daar komt ook iedereen gezellig zijn sociale contacten doen. En niet iedereen wil elke week in de kroeg zitten. En op deze manier is toch de mogelijkheid dat je elkaar weer eens een keer ziet. En ik denk dat dat eigenlijk de reden is dat mensen allemaal zeggen van nou, we gaan daarheen en we gaan gezellig met elkaar ja, iets vieren. Gezellig een biertje drinken of gewoon lekker uit je dak gaan op de dansvloer. Ja, alles kan. En de sfeer is gewoon heel erg relaxed, heel gezellig, gemoedelijk. En ik denk dat dat de meeste mensen aantrekt. Het is gewoon een dorpsfeest. Ja, eigenlijk wel. Dat klinkt zo lekker. Nou, dat is het eigenlijk wel. Ja, het is, er zijn ook wel mensen van buitenaf, maar het is toch voornamelijk de Drontenaren zelf die hier naartoe gaan en zeggen van we gaan er een mooi feest van maken. Wanneer ben jij zondag tevreden? Als het 2000 man is geweest. Nee, met name als het heel erg gezellig is geweest en dat ik bij het weggaan een heleboel mensen weer hoor zeggen van het was een knalfeest, het was heel gezellig.